哇。思いっきり怒ってる。うわ。Welkom bij de eerste biocast van hoofdstuk 4. En zoals het filmpje zag, daar zag je stekelbaarzen, die visjes. Het gaat over gedrag. Oh, dat hoofdstuk 4. En je moet weer heel wat leren in hoofdstuk 4. Je moet kunnen uitleggen wat gedrag is. Je moet kunnen vertellen hoe gedrag ontstaat. Je moet kunnen uitleggen wat een sleutelprikkel, een handeling, etogram en protocol zijn. Je moet kunnen uitleggen wat etologie is. Je moet kunnen uitleggen dat je gedrag in handelingen kunt verdelen. Je moet zelf een simpel gedragsonderzoek kunnen opzetten. En je moet kunnen uitleggen hoe je met straf en beloning iets kunt leren. Je moet kunnen uitleggen hoe leren gaat via imprinting, imiteren, oefenen en inzicht. Je moet kunnen uitleggen wat een reflex en aangeboren gedrag zijn. Ook nog wat verbaal en onverbaal gedrag zijn. En je moet kunnen vertellen wat een signaal is. Je moet kunnen uitleggen hoe bijen met elkaar communiceren. Je moet kunnen vertellen wat de functie van overdreven signalen is. Je moet kunnen zien hoe de rangorde binnen een groep is en hoe die bepaald wordt. En tenslotte moet je kunnen uitleggen wat oversprongsgedrag en balsgedrag zijn. Kortom, een hele hoop te leren, dus we gaan maar gauw van start met hoofdstuk 4.1 en die heet geprikkeld. Nou, dan komen we eerst bij gedrag. De definitie van gedrag, die is niet zo heel ingewikkeld. Dat is alles wat een mens of een dier doet. Dus niet een boom, maar wat een mens of een dier doet. En gedrag ontstaat door prikkels, informatie uit je omgeving. Als ik bij jou een hamburger neerzet, dan zal het zien en het ruiken van die hamburger ervoor zorgen dat jij gaat eten. Misschien als ik een tweede neerzet ook nog wel. En misschien een derde ook wel. Maar bij de vierde of de vijfde, dan blijft die echt staan. En dat is vreemd, want je gedrag is dan veranderd. Maar de prikkel, de informatie uit de omgeving, is hetzelfde. Dus gedrag ontstaat uit uitwendige prikkels. In dit geval het zien en het ruiken van de hamburger. En inwendige prikkels, namelijk die vanuit je maag in dit geval. Die vertelt dat je nu er echt genoeg gegeten hebt. Hier hebben we twee stekelbaarzen, die visjes uit het begin. Achterin zie je het vrouwtje en voorin zie je het mannetje. En het is voorjaar, want je ziet dat het vrouwtje een dikke buik met eieren heeft. En het mannetje heeft een hele rode buik. Nou, zoals je zag in dat filmpje, is die rode buik een signaal. Als je namelijk een vorm van een stekelbaarsje die er prachtig op lijkt, maar die niet een rode buik heeft, bij zo'n mannetje in het aquarium brengt, dan zal die niet aanvallen. Maar deze vormen, die er eigenlijk heel weinig op lijken, maar die wel allemaal een rode buik hebben, die zorgen wel voor een reactie. In dit geval is die rode buik een sleutelprikkel. Die rode buik past dus net zo als een sleutel in het slot voor het mannetje. Sleutelprikkels zijn er ook voor jonge vogels. Die doen hun bekken open en je ziet hier die gele en onderin zelfs rode vorm. Dat is weer een sleutelprikkel voor de ouders om daar voer in te stoppen. En zo zorgen die vogeltjes dat ze aan genoeg eten komen. Maar wat is nou eigenlijk de sleutelprikkel voor dat spergedrag? Nou, dat zijn er verschillende en het hangt van de leeftijd af. Als de ogen nog dicht zijn, is het tikken op het nest voldoende om dat spergedrag te vertonen. Als die ogen open zijn, dan moet die een vorm bewegen voor hun ogen. En als ze weer wat ouder zijn, dan mag die niet te klein zijn. Hij moet groter zijn dan 3 mm, geloof ik. En pas later, dan moet er ook nog een gebogen vorm zijn. Wil ze die sleutelprikkel
willen ze daarop reageren. Dus wat dan de sleutelprikkel is. We zitten hier dus bij de Kentucky Fried Chicken. Pieter is een echte Thai. Want hij heeft dus patat. Met de kanidopen in de ketchup en in de chili saus. En zoals je zag. Als je een etologisch onderzoek gaat doen, een gedragsonderzoek dus, ga je eerst naar dieren kijken. Je schrijft daarbij alles op wat die dieren doen. Dus niet alleen hoe je het noemt, maar je verzint ook een afkorting en een omschrijving, zodat anderen datzelfde gedrag kunnen herkennen. Wat je dan maakt, heet een etogram. Dat ziet er zo uit. Als je dat hebt, ga je weer terug naar de plek om dieren te observeren. En nu ga je precies bijhouden wat die dieren doen. Je maakt een protocol. Je schrijft elke paar seconden op wat het dier op dat moment doet. En daarvan kun je dan een grafiek gaan maken. En dat zijn de resultaten van jouw gedragsonderzoek. En aan de hand daarvan kun je een conclusie trekken. En dit is dan weer het einde van de 4.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.